Oh, en daar gaat hij al hoor. Shiny Meryl, je gaat al gelijk evolueren. En dat is wat ik wil, want Shiny Azumarill is super dope. Ik heb een nieuwe Shiny. Tegenwoordig ga ik gewoon Shiny hunten op de bank. Want als ik het hier moet zetten, dan duurt het veel te lang. Ik heb heel veel verschillende Shinies gehunt. Ik zal het zo nog even vertellen welke allemaal. Maar kijk, daar rechts in beeld. Er zie je een groene muis. Ik was eigenlijk op een Psyduck aan het hunten. Maar toen zag ik opeens een Shiny Meryl. En misschien vind ik Shiny Meryl nog wel leuker dan Shiny Psyduck. In ieder geval vind ik Shiny Azumarill toffer dan Shiny Golduck. Dat sowieso. Ik moest kiezen in welke pokeball ik hem zou gooien. Ik wilde eigenlijk een groene friendball, maar toen dacht ik, hey, een ultrabal is ook wel vet, want Shiny Azumarill, die is goud. Super vet. Dus ik denk, ik doe hem gewoon alvast gelijk in een ultrabal. Dan matcht het mooi met Shiny Azumarill. Hoppakee, we hebben hem. Laten we even kijken welke moves Shiny Meryl allemaal heeft. Dat is level 19. Water Fairy types en Terra type is Fairy. Misschien kunnen we die ooit nog een keer veranderen. We zien Charm, Slam, Bounce en Aqua Tail. Dat is best wel goed voor een level 19 Meryl, hoor. Zijn attack is ook hoger dan zijn special attack. Dus dat is nice. Ik heb 3 à 4 uur gehunt op Misdreavus. Ik heb 1 uur gehunt op Fletchling. 2 uur gehunt op Mareep. Zeker ook wel 2 uur hier op deze Psyduck. En natuurlijk ook nog 2,5 uur op Sandaconda. Oh ja, en op Meryl heb ik ook nog gehunt een andere keer. Daar heb ik ook echt 2 of 3 uur op gehunt. En toen kwam die niet. En nu hunt ik er niet op. En nu krijg ik opeens wel Shiny Meryl. Nou ja, ik ben er blij mee. Een water type helemaal mooi. Ik wil even een raid doen, want ik heb echt even XP candies nodig om een Meryl snel een klein beetje te levelen. Zo, één klap en het was klaar met deze Nimble. Ik probeer ze altijd gewoon te vangen, want hey, wie weet is het uiteindelijk wel een shiny. Ja, XP candies, ja, ze zitten erbij. Oeh, best wel veel. Lekker. Hier is een fighting raid. Misschien kunnen we die ook wel pakken. Oeh, 3 sterren. Ik vraag me af of dit gaat lukken. Het zou leuk zijn, maar ik weet het niet. Kan natuurlijk acrobatics gaan doen en zo. Oh, ja, nee, dit gaat wel langzaam. Het zou leuk zijn als mijn teammaten ook een beetje goed kunnen helpen. Oké, laat maar. Met counter gaat het sowieso niet lukken. Nou. Dit had ik niet verwacht. Het is blijkbaar toch gelukt. Hij heeft me ongeveer 4 keer verslagen. Maar alsnog lukt het. Vraag me niet hoe. Hoppakee, nog meer candies. Zijn niet zo heel veel hier. Oké, Meryl, ik heb allemaal snoepies voor jou. Hier, neem maar lekker, joh. Oké, dat deed helemaal niks. Misschien de Experience Candies S dan. Oké, die brengt hem naar level 23. Meryl wil Play Rough leren. Ja, is goed, in plaats van Charm. Oh, en daar gaat hij al, hoor. Shiny Meryl, je gaat al gelijk evolueren. En dat is wat ik wil, want Shiny Azumarill is super dope. Kijk maar hoe vet deze Pokémon is. Ah, ik hou van gouden shinies. En Azumarill vind ik oprecht een van de tofste shinies die er bestaat. Dus ik ben heel blij dat dit paaskonijn-ei nu in mijn team zit. Oké, ik heb nog 2 snoepjes voor hem. En hij gaat gelijk naar level 27. Zo, dit gaat hard. Maar dit is wel nice, want nu zijn al mijn Pokémon een beetje even sterk. Trouwens, als je dit nou een vette video vindt en als je Azumarill vet vindt, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. En laat even in de comments achter welke shiny jij het allertofst vindt en wat je van Azumarill vind, want ik vind die echt heel cool. Oké, tegen wie moeten we dan? Een Dragon-type Lechonk. Kijk, daar is die. Dit moet wel de beste raid ooit zijn in de geschiedenis van Pokémon. Shiny Azumarill tegen een Dragon-type Lechonk. Dit is... Ik ga helemaal stuk. Dit is zo dope. Oh, maar hij blokt mijn aanval. Oh, ik wou zeggen, hij blokt mijn aanval best goed. Maar nee, hij blokt mijn aanval helemaal niet. Ik wil dat deze shiny is. Ik wil een shiny Lechonk met als Terra-type dragon. Dat is gruwelijk. Hier zie je namelijk nooit of een Pokémon shiny is. Dat kan je pas zien in een raid als je hem daadwerkelijk gevangen hebt. Ah, jammer. Oeh, hier is nog een Fighting-type raid. Oeh, Makuhita. Ja, level 3 raids, die gooien natuurlijk nog geen schildje omhoog. Dat scheelt altijd wel. Oh, ja, dit gaat wel lukken. Oh, deze Azumarill is sick. Dit is insane. Ik begin gewoon te bazelen hoe insane dit is. Hij doet wel nu 2 keer Sand Attack op mij. Dus ik ga wel mijn aanvallen missen. Dat is wel een beetje vervelend. Maar ja, mijn team kan misschien ook nog wel wat doen. Maar Makuhita gaat voor Body Slam op mijn hoofd. Nou, dat doet bijna niks. Hoppakee, Play Rough. Makuhita is al weg. Oh, volgens mij is deze Azumarill sick goed. Oh, hè? Hij was toch kapot? Ik dacht dat hij kapot was. Hij is helemaal niet kapot. Hoe leef jij nog? Jij cheater. Jullie zagen het toch ook? Ik had hem toch down. Wat is dit? Oh, hij is een vieze cheater. Alsjeblieft, raak hem. Ah, hou eens op.
Stop! Gelukkig is het allemaal not very effective. Hoppakee, zie je wel. Ja, ik had hem sowieso net down. Er gebeurde iets heel raars. Nou, het is allemaal geen probleem voor mijn shiny Azumarill. Want dit is de 6e shiny ooit, volgens mij. Volgens mij heb ik gewoon een hele goeie te pakken. Oké, we kunnen straks nog even wat snoepjes eten. Makuhita is helaas ook niet shiny. Maar ik ga de snoepjes wel even verdelen tussen Dreepy en Azumarill. Dus, even kijken hoor. Dreepy krijgt de kleintjes. En Dreepy krijgt ook de S. Zo. Dan groeit hij naar level 28. Hij krijgt ook één emmetje. Dan groeit hij naar level 29. En dan krijgt Azumarill er 2. En die groeit naar level 30. En die wil Aquaring leren nu. I don't know. Aquaring doet niet zoveel. Nee, laat maar zitten. Oké, met dit team gaan we verder. En dan gaan we naar de Firecrew base natuurlijk. Want die kunnen we nu gaan pakken. Hallo, ik breng een emmer water naar jullie basis. Ik ben nu wel een stuk zelfverzekerder eigenlijk. Moet ik eerlijk toegeven. Ik had er echt weinig vertrouwen in dat we deze basis zouden kunnen verslaan. Maar nu heb ik zoiets van, ja, dit moet toch wel lukken. Gaat die Incinerate doen? Ja, dat is allemaal prima. Maar Azumarill heeft trouwens ook al 104 HP, hè. Dat is echt lekker. Ah! Lekker, Azumarill. Wat ben je goed. Gewoon in één klap wegwezen. There we go. Pak ze, Azumarill. You can do it. Ja, voor jou is het allemaal easy. Hoppa. En daar komt de bazin. Ik was echt bang voor vuur gewoon. Maar niet langer. Niet langer. We hebben een beschermengel bij ons. We hebben een emmer water meegenomen. What up, Melly? Ik bedoel, Mella. Sorry, ik spreek je naam verkeerd uit. Na 3 playthroughs weet ik het nog steeds niet. Tegen een Torkoal. Oh, maar die kent Solar Beam, hè? Jongens, ik ben wel zenuwachtig. Ik begin nu toch weer zenuwachtig te worden. Ik was vergeten welke Pokémon hij had. Oké! Ik ben nu geen Water-type meer. Maar volgens mij is dat misschien maar beter. Want ik weet echt niet meer wat die Torkoal ging doen. Volgens mij ging die echt Solar Beam doen. Dus het is maar beter dat we nu geen watertype meer zijn. Oh, Flame Wheel. Ben je nu aan het aanpassen op mij? Of ik twijfel een beetje. Ik weet het niet. Nou, we gaan Torkoal in ieder geval wel klappen, denk ik. Flame Wheel doet nog best wel pijn. Die Torkoal is niet verkeerd, hoor. Hij is echt niet verkeerd. Lekker gedaan, Azumarill. Moet ik jou straks even een potion geven, misschien? Level 26. Ja, daar moeten we toch wel één klap van kunnen hebben, denk ik. Oh, Blazing Torque. Nee, ik ben burnt. Hij gaat mijn Azumarill kapot maken, hè? Ik mis ook nog. Jongens. Oh, ik heb 1 HP. Oké, we hebben een Hyper Potion nodig. Of heb ik een Full Restore misschien ergens? Nee, helaas. Geen Full Restore. Wel een Hyper Potion. Oh, maar dat burn is wel vervelend, hoor. Overheat doet nu volgens mij ook meer damage omdat ik burnt ben. Ik hoop heel erg dat ik nu wel mag raken. Au, niet. Au, overheat, au. Zijn special attack is wel naar beneden, dus dat is wel heel erg lekker. Lekker, Aquatail raakt nu en... Oh, doet zo weinig damage. Doet echt veel te weinig damage. Misschien gaan we nu weer meer damage doen. Die burn moet echt even weg. Die is echt vervelend. Oké, overheat. Ja, dat doet nu bijna geen damage meer. Nice. Zijn special attack is helemaal weg. Gaan we 1 super potion gebruiken en dan moet daarna gaan gebeuren, want ik heb blijkbaar niet echt potions ingekocht. Is ook niet heel slim van mij. Ik heb nu alleen nog normale potions, maar daar heb ik niet zo heel veel meer aan. Blazing Torque is wel vervelend, hoor. Ah, ben ik weer burned? Serieus? Ik zit mezelf helemaal te healen en zo. Nou, ik ga nu gewoon aanvallen, hoor. Ik ben het nu zat. Aquatail raakt nu wel. Kijk, nu doet het wel meer damage. Oké, top. Hopelijk mag ik gewoon een paar keer gaan raken nu. Ik wil niet dat Azumarill kapot gaat. Hou op! Je gaat niet meer Azumarill slopen. Ja, ik ga Energy Root gebruiken. Die restoort ook 120 HP. Sorry, Azumarill. Ik weet dat je het niet lekker vindt, maar we moeten wel even. Oké. Gelukkig doet hij nu amper nog damage. Overheat doet bijna niks meer. Oh, mijn burn. Ja, die. Ik dacht dat hij weg was, maar er stond dat hij me nog raakte. Deze gaat wel weer pijn doen. Ja, die is heel irritant, joh. Come on, Azumarill. You can do it. Ik blijf je gewoon healen, want ik wil dat jij de XP krijgt. Ik kan het misschien ook met de andere Pokémon afmaken, maar dat wil ik gewoon niet. Ik wil dat jij het overleeft. Ik wil dat jij deze Pokémon gaat verslaan. En het is moeilijk als hij deze freaking aanval de hele tijd blijft doen. Stop daarmee met die Blazing Torque of Torque of Torque of Torkoal. Ik weet het allemaal niet hoe dat heet. Ik kan die aanval niet handelen. Hoe vaak mag hij dat doen? Of mis gewoon een keer. Hou eens op. Oké, ik ga nu een Burn Heal doen. Hopelijk burnt hij mij daarna niet. En hopelijk overleef ik deze. Ik ben nu zat, hè. Oké, overheat. Oh, nu had ik aan moeten vallen. Weet je, ik moet nu gewoon raken. Als ik hem nu gewoon raak, dan is hij kapot. En dan gaat die burn mij niet meer healen. Let's go, let's go!
Ja, lekker! Ik had dit al eerder zo kunnen doen. Maar ik bedenk dit nu pas. En het is genoeg. Freaking Mella, jongen. Heb je hem me toch moeilijk gemaakt, hè? Met je blazing shizzles. Die is veel te sterk, man, die move. Of is jouw Revavroom gewoon veel te sterk? Anyway, niet sterk genoeg. Ja, dit is hoe het eindigt, Mella. Een half jaar geleden was Mella ook al stoer. Ze liep al wel raar. Dat komt omdat ze van die gekke schoenen aan had. Nee, maar Mella is wel cool. We moeten nu naar de aardworm. Misschien kan dat ook wel met Azumarill. Steel is natuurlijk super effective op fairy, maar steel is not very effective op water. Ja, daar is hij! Hij loopt al te happen. En in de volgende video gaan we checken of dit gaat lukken. Dus blijf erbij. Abonneer je. Gooi de duimpjes omhoog. En nogmaals, laat even weten wat je van Shiny Azumarill vindt. Mag die 500 hartjes? Of duimpjes? Hartjes en duimpjes allebei. Anyway, ik zie jullie bij de volgende. Mazzel!